Hey, en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer je alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met Oasis Rainbow Foam. De vorige keer waren jullie er erg enthousiast over dat ik vandaag een andere kleur heb in een andere vorm. Het bloemstuk van vandaag is niet moeilijk om te maken. Dus ook als je net begonnen bent met bloemschikken is dit zeker een mooi bloemstuk om te maken. Of als je samen met een groepje het wil maken bijvoorbeeld. Maar ja, ook als gevorderde blijft dit gewoon echt een heel mooi bloemstuk. Dus heb je er zin in, doe vast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag graag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder een kopje cursuspakketten. Je kan zowel het bloemstuk bestellen als straks de losse ondergrond die eronder komt. Dus dan kan je zelf kijken hoe je dat graag wil. En ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Volg je nog niet op Facebook of Instagram, kan je me daar ook volgen voor nog meer bloemschik inspiratie en positiviteit, want daar hou ik van. En vandaag gaan we dus aan de slag met de Oasis Rainbow Foam. Ik heb deze prachtige mooie kleur en mooie vorm, is net wat anders dan anders. En we gaan hem vanuit middenuit opmaken met mooie materialen. Ik heb echt prachtige bloemen. Die gaan we dan helemaal mooi vullen. Dus zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. De vorm zelf is al heel apart en leuk. En wat ik altijd belangrijk vind is dat een bloemstuk klopt. En we gaan het vandaag kloppend maken. Let goed op dat je de bloemen goed schuin aansnijdt. Vanuit midden werk ik vaak met een iets groter bloemetje en daaromheen wat fijnere bloemen. De grote bloemen die zorgen voor rust in jouw stuk. En die zet ik als centraal punt in het midden. En daaromheen werk ik verder met andere mooie materiaaltjes. Ik heb mooie besjes, mooie vruchtjes. Echt van alles. Dus we gaan hem gewoon mooi vullen. En je mag het doen zoals je zelf leuk vindt. Ik heb hier ook een mooi vetplantje. Die gaan we er ook in verwerken. Je kan hem even op een stokje zetten. Of je zet het even vast met een beetje koud lijm. Gebruik je voor de koudlijm ook van Oasis. Die werkt altijd goed. Ik gebruik hem veel. Veel tubetjes bij mij doorheen. En dan doe ik aan de andere zijde ook een wat groter vruchtje. Dit is een gedroogde vrucht. Soms kan het zijn dat het lijm niet goed hecht omdat de ondergrond nat is. Dan kan je er ook een beetje mos onderdoen. En dan doe ik ook aan deze zijde wat grote vruchten. En daaromheen doe ik weer wat fijnere materiaaltjes. Deze kleurencombinatie is natuurlijk gewoon echt al prachtig. Zoals je kan zien, doet het steekschuim echt al heel veel. Die maakt eigenlijk het bloemstuk. En door hem zo te vullen, dan kan je er gewoon echt van genieten. Kan je echt mooi, een mooi rijk gevuld bloemstuk van maken. Maar het steekschuim komt ook echt goed tot zijn recht.
Ja, en nu kan ik heel veel extra doen, maar soms spreekt het steekschuim en de producten voor zich. Ik ga hem op een mooie schaal zetten. Ik heb deze prachtige schaal waar ik hem op zet. En dan kan je er eventueel nog wat losse vruchtjes bij omheen leggen. Mocht je dat leuk vinden. Om het dan op die manier een beetje terug te laten komen. Zoals je kan zien bij het bloemstuk, eenvoud zie je het. En het is echt een prachtig mooi bloemstuk. Kijk hoe mooi zo bij elkaar. Echt herfst, maar wel een andere kleur dan het standaard rood en oranje. Maar je brengt op deze manier wel echt herfstsfeer naar huis. Ik spray hem nog even in met de Floralife Finishing Touchspray voor een extra houdbaarheid van de producten. Ook erg handig om bijvoorbeeld op mos te gebruiken als je mos wat indroogt. Ja, en dan hebben we een prachtig mooi bloemstuk. Wil je dit nu graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt een onderkopje cursuspakket in. Ik hoop dat je het weer een leuke video vond. Je kan me ook volgen op Facebook of Instagram. Daar deel ik nog meer bloemschik inspiratie. En dan zien we mij de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken!